Ajax B1 start de Aegon Future Cup met een wedstrijd op het hoofdveld tegen Celtic. Ajax dat absoluut tot de favorieten behoort in deze Aegon Future Cup. Tweevoudig winnaar. Natuurlijk Ajax, maar hier de eerste kans van de wedstrijd voor Celtic. Joseph Thompson. Alleen voor Stan van Bladeren, maar hij haalt wild en nogal lomp uit. Nouri. Mooi paasje richting Van de Beek. Van de Beek, mooi weggekapt. Nog een keer Van de Beek en dan de redding van doelman McCabe. Abdelak Nouri en Donny van de Beek. De twee aanvallende middenvelders. En hier ontsnapt weer een speler van Celtic aan de buitenspelval. Maar weer wordt de bal veel te wild ingeschoten. Nu is het Nesbitt. Met de kans Nouri. Weer hij. Tjerny. Eiting. De bal gaat zorgvuldig rond. Via Savastano is het weer Nouri. Abdelak Nouri. Heeft mooie bewegingen. Kapt hier zijn man maar weer eens uit. Tjerny met de voorzet. En de kopbal is van Ellie Drissi. En in eerste instantie ook de bal gekopt door Karel Eiting. Savastano. Ajax dat gedurende de wedstrijd meer en meer in het spel kwam. Hier is Nouri weer. Kap maar nog een keer een man uit. Schiet dan hard in de korte hoek. Maar de knappe redding van McCabe. En dan een soort van halve omhaal van Donny van de Beek op de paal. Dan vlak na rust gaat Ezra Wali al naar de kant. Hij wordt vervangen door Javairo Dilrosun. En is het hier Sidul die een aanval opzet. Met Savastano. En Nouri. Die ziet in zijn ooghoek Dilrosun gaan. 2 minuten nadat hij in het veld is gekomen. En het is 1-0. Een eigen doelpunt van McCart. En daar heeft Ajax wat geluk. Al is het een uitstekende aanval. En de voorzet van Dilrosun is zeer gevaarlijk. En McCart kan eigenlijk niks anders met Ellie Drissi in zijn rug. De voorsprong is in ieder geval verdiend. Tjerny. Václav Tjerny gaat naar binnen. Legt af op Dilrosun. Haalt de bal onder de voet door. Tjerny met het schot. Net geblokt. Volgende aanval van Ajax. De bal weer op links. Bij Nouri. Nouri. Prachtig. De voorzet is ook goed, maar uiteindelijk de bal in de handen van McCabe. Maar wat is het genieten van Abdelak Nouri. Celtic krijgt echter ook nog een kans in de slotfase. Hier gaat de bal net voor het doel langs. Het is letterlijk de laatste minuut van de wedstrijd. En dan de poging net naast het doel van Van Bladeren. Daar ontsnapt Ajax nog. Maar de overwinning van Ajax op Celtic is meer dan verdiend. 1-0 is het door een doelpunt van McCart. De eerste wedstrijd is altijd mooi om te winnen. En is ook belangrijk. Dus ja, het is een goed begin. Dat heet invallen ook volgens mij. Ja, klopt. Een paar mooie acties, mooie paasjes. Dus het ging wel lekker. Goed begin qua resultaat, maar het was geen makkelijke wedstrijd. Zoals verwacht, Celtic compact. Reageren op misverstanden en fouten van ons. Zij werden daar ook een paar keer gevaarlijk. Maar gelukkig waren wij voetballend beter en creëerden eigen kansen. Waardoor we een beetje geluk hebben ook nog een doelpunt meepakten. Maar we hadden wel veel kansen nodig om doelpunten te maken. Dat is wel jammer. Het is nu begonnen, het is nu eindelijk begonnen. Fijn? Ja, tuurlijk. Mooie clubs. Ja, kan je meten met de internationale clubs van over de wereld. Dus dat is wel mooi. Gaan we dit soort dingen nog vaker van jou zien dit weekend? Ja, ik hoop het. Straks de tweede wedstrijd. Dan probeer ik ook mijn ding te doen. En dan zullen we wel zien.